We staan hier nu in Amsterdam-Westpoort. Hier achter mij is al enkele dagen geleden een pand gekraakt door de beruchte krakersgroep We Are Here. Een groep krakers die bestaat uit illegale, uitgeprocedeerde asielzoekers. De ondernemer hier achter mij is daar de dupe van. Zijn rekeningen lopen gewoon door. Hij kan zijn pand niet in. En Forum voor Democratie vindt dat onbestaanbaar. Sorry. Kijk, dit kan niet. Please, kan niet, man. Rustig, boeien. Kan niet, man. Luister. Please, stop it. Vriend. Stop it. It's done. We don't need it. Ja, jij bent gisteren even binnenwezen kijken. Hoe ging dat? Niet goed. Niet goed. Ja, we mochten er niet in. Je mocht er niet in. Je werd uit je eigen pand gegooid. Inderdaad. Ik ben daarvoor twee keer langs geweest om te kijken en met de woordvoerder wie daarover gaat te praten van jongens, dit kan niet. Jullie moeten eruit. Het is mijn pand. Ik doe hier mijn werk. Er zijn nog aannemers bezig die mijn pand aan het opknappen zijn. Want daarom stond hij leeg, hè? Er werd op dit moment opgeknapt, want je gaat hier auto's verkopen, had ik begrepen. Klopt. En dan komen er zomaar in één keer een paar krakers binnenlopen. Inderdaad, ja. Ze hebben speciaal zondag gekozen toen ze er niet waren. Dus, ja, precies. Dat kwam voor hun goed uit. Dat moet ik eerst gezien worden, joh. Dat moet ik eerst gezien worden wat er hier aan de hand is. De politie is hier ook geweest. Wat deed de politie op dat moment? Nou, in principe, politie weet wat hun rechten zijn. En wij mogen in principe niks doen. En het moet allemaal via de justitie, openbaar ministerie, moet er ontruiming komen. Wat weken kan duren. En daarna pas wordt het ontruimd. En dat weten zij. Die regels weten ze beter dan ons. Ik ga in ieder geval met jou afspreken dat ik me er keihard voor ga inzetten om dit gewoon niet meer mogelijk te maken. Dus dat je niet 6 weken hoeft te wachten totdat wij mensen uit jouw pand gaan zetten. Jij hebt het nu nodig, jij gaat nu die auto's verkopen. Daar gaan wij ons als Forum voor Democratie voor inzetten. Hartstikke bedankt. Yes. Dankjewel. Top man. Dankjewel. Forum voor Democratie wil dat er na aangifte meteen gehandhaafd en direct ontruimd wordt. Asielkrakers worden vervolgd en uitgezet. En krakende asielzoekers worden niet beloond en ze krijgen dus geen gratis huisvesting op kosten van de belastingbetaler. Forum voor Democratie strijdt hier dus al jaren tegen. Wij willen dat dit pand onmiddellijk wordt ontruimd. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam van GroenLinks, werkt daar niet aan mee, weigert de kraakwet te handhaven. Sterker nog, de mensen die op dit moment hier in dit pand zitten, die worden daar nog voor beloond. Ook haar vriendje Rutger Groot-Wassink, ook van GroenLinks, die gaat deze mensen een gratis dak boven hun hoofd geven. Alles waar normale Amsterdammers gewoon voor moeten betalen, krijgen deze mensen hier gratis. Dit alles gaat de Amsterdamse belastingbetaler miljoenen kosten en daarom wil Forum voor Democratie dat hier nu een einde aankomt.